Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Dag dames en heren, wat fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Thuis in Sittard-Geleen, het informatief programma van Streekomroep Start in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen. Hoe is het om 100 jaar te zijn in onze gemeente Sittard-Geleen? Nou, één ding gebeurt er dan altijd, de burgemeester komt op bezoek en wij mochten een keer mee gaan kijken. We gaan het hebben over de vereniging en stichting MEG en dan gaat het over cultuur en kunst. Harry Mures is onze muzikale gast in deze uitzending, maar we trappen af met misschien wel het grootste bouwproject van Limburg. Nee, het is het grootste bouwproject van Limburg, namelijk het Grensmaasproject. En vaak is dat ook iets wat we niet weten, maar de Maas krijgt steeds meer ruimte in Limburg en dat betekent dat sinds 2008 al gebouwd wordt aan die Maas. En dat gaat van zuid naar noord en inmiddels heeft men de gemeente Sittard-Geleen bereikt. Aan tafel wethouder Pieter Mekels, hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de Grensmaas. En François Verhoeven, hij is projectleider van de Grensmaas, want het Grensmaas Consortium is degene die het gaat uitvoeren. Heren, hartelijk welkom hier in Schipperskerk, deze locatie, die voor jullie ook eigenlijk belangrijk is. Want die grootste bouwput van Limburg is, wat zullen we zeggen, 2 kilometer ten noorden van Schipperskerk? We zitten hier eigenlijk direct langs Schipperskerk met onze grootste bouwput. We zijn onze werkhaven, het centrale deel voor deze noordelijke locaties aanleggen direct naast Schipperskerk langs het Julianenkanaal. Ja, ik mocht aanwezig zijn toen de beelden gemaakt worden. Ik moet heel eerlijk zijn, ik was maar even onder indruk, want ik wist niet dat het zo'n grote bouwput was. Maar ik heb je toen ook de vraag, wat doen jullie hier allemaal? Wat wij hier allemaal doen? Ja, vooral het rivierbed verruimen. We zijn bezig met rivierverruiming vanaf 2008, zoals u opmerkt. We zijn begonnen in Bosserveld, Borgharen, Itteren aan de Maas. Aan de Maas en Borgharen zijn ondertussen klaar. In Itteren zijn we nog bezig met de afronding. En op dit moment zijn we gestart met de aanleg van een grote werkhaven hier in dit gebied. Om het zand en grind wat wij vrijgraven bij de verruiming van het rivierbed langs de Grensmaas. Om dat hier te gaan verwerken. Dus we zijn vooral bezig met hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en alles te betalen met de opbrengst van het zand en grind wat wij ontgraven in dit gebied. Daar komen we zo op terug. Meneer Mekels, bestuurlijk verantwoordelijk. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik ben een Geleense jong. Ik had Sittard-Geleen niet zo weggezet als een Maasgemeente, maar dat zijn we eigenlijk wel. Ja, absoluut. Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen in onze gemeente niet weten wat hier allemaal te doen is. Trouwens, dat geldt ook voor mensen in het land. Ik had laatst een gesprek waarbij Maxime Vragen vertegenwoordigd was en toen zei ik... Ik kom net van het grootste grondverzetwerk van Nederland, want dat is de feiten. En niemand wist waar ik het over had. Mm-hmm. En dat betekent dus toch dat het een vorm van onbekendheid is. Maar wat hier gebeurt is uniek. Is een goed overleg met iedereen gebeurd de afgelopen jaar. Ik krijg ook geen enkele wanklank van inwoners of andere instellingen. En het is uniek. Het is mooi om te zien hoe dat gaat. En met name de natuurontwikkeling en de hoogwaterbescherming zijn natuurlijk twee voor ons heel belangrijke pijlers. En het moet ergens door gefinancierd worden. Ja, maar u bent ook als wethouder vaak genoeg de boeren op moeten gaan om de burgers hier te overtuigen van het nut hiervan. Ja. En u bent ongetwijfeld meegegaan. Dat lijkt me toch wel lastig, want enige overlast zal daar toch wel uit voortvloeien. Dat is absoluut aan de orde geweest. We hebben daar in gezamenlijkheid opgetrokken om er samen het belang ervan inzagen. Mensen uit Grevenbeek hebben natuurlijk gewoon de ervaring om aan de grenswinning aan de Belgische zijde. Mm-hmm. Dus ja, dat zijn beelden die ze hebben van geluidsoverlast en dat soort aspecten. Dus daar moet je tegen vechten, tegen die beelden. Hebben we met elkaar in opgetrokken. Het consortium heeft absoluut waargemaakt wat ze hebben beloofd. Op een manier waarop de inwoners zeg maar ook tevreden zijn. En heeft meegeholpen om bepaalde ontwikkelingen vorm te geven. Men heeft meegeholpen om overlast te voorkomen. En als je ziet hoe ver we met elkaar gekomen zijn, is het alleen maar een groot compliment aan iedereen dat we daar samen zo ver in gekomen zijn. Ja, net werd gezegd, en het kost nog niks. Dan weet ik wel waar het naartoe gaat. Maar even, dit is een van de duurste projecten in Limburg. Dat kost toch altijd geld? Ja, het project kost circa 600 miljoen euro. Is hier in Sittard-Geleen is een project gaande van even 600 miljoen euro. Totale projectgrensmaat is vanaf Maastricht tot aan
Visser Weert. Mm-hmm. Dat zijn onze projectlocaties. We hebben er 11. Totale kosten van het project zijn 600 miljoen euro. En alles wordt betaald met de opbrengst, verkoop van het zand en grind. Is dat dan zoveel waard, zand en grind, wat we hier hebben? Het zand en grind is relatief een laagwaardig product. Daarvoor ontgraven we een grote hoeveelheden, circa 53 miljoen ton grind. Mm-hmm. En een 6, 7 miljoen ton zand. Ja. En dat wordt verkocht. Dus als je kunt rekenen, 600 miljoen. Qua tonnen praten we ongeveer gemiddeld over een tientje per ton. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk voor een bestuurder droomprojecten waar je niet naar de gemeenteraad hoeft te gaan van nou ja, het kost even een paar honderd miljoen. Nou, niet dat dat van belang is, de hoogte van investeringen, maar het zit dat geleend in algemeenheid. In 2014 stonden we tweede op de lijst van overheidsgerelateerde investeringen met bijna een miljard op jaarbasis. Ja, praat je over binnenstadsontwikkeling, praat je over Gemmeloten, praat je over VDL. Het zijn forse investeringen. Ja, dit komt er nog een keer bij. Dus ja, en het is niet voor niks dat Sittard-Geleen de ondernemende stad wordt genoemd. Hier wordt het verdiend met elkaar. En we geven het natuurlijk op andere plaatsen allemaal samen uit. Ja, betekent wel dat het wat drukker gaat worden naar alle waarschijnlijkheid op het Julianenkanaal de komende jaren. Als we met al dat grind naar het zand moeten gaan varen. Of gaat het met vrachtauto's gebeuren? Het zand en grind uit de projectlocaties wordt afgevoerd met ontgraven met hydraulische graafmachines. Dus graafmachines wordt getransporteerd hier naar onze werkhaven in Schipperskerk, centraal gelegen. Met vrachtauto's. En op de werkhaven wordt het zand en grind veredeld, zo heet dat. Mm-hmm. Tot product grind en zand wordt direct in schepen verladen. En die schepen die voeren het zand en grind af via het Julianenkanaal. Ja, daar nemen jullie wel een paar jaar de tijd voor. Hè? Daar nemen wij ons vanaf 2017, dan zijn we operationeel, tot en met 2024 de tijd voor. Mm-hmm. Nou is ontgrindingen en dat soort zaken vooral in Midden-Limburg niet geheel onbekend het verschijnsel. Vervolgens krijgen we dan een groot gebied terug, vol met plassen water en dat soort zaken. Worden de folders op het gemeentehuis al gedrukt? Sittard, Geleen, waterrijke gemeente, wethouder? Nee, in de bestemmingsplanterm is het zo dat er sprake is van extensieve recreatie. De afwerking en nadat het consortium zeg maar, de werkzaamheden in 2024 heeft gestopt, is ook zodanig dat er weer aanvulling plaatsvindt met grond. En dat met name de berghaven die hier aan ligt, niet de haven die nu is aangelegd, want die gaat wel dicht, is een mogelijkheden biedt voor extensieve recreatie. En dan moet je denken aan heel beperkte boten, met name fietsen, wandelen en dat soort aspecten. Maar u zegt die haven gaat weer. Er ligt nou een prachtige haven. Nou, ik heb geen privéjacht, maar misschien u wel. Nee, ik ook geen plek voor uw privéjacht. Kunnen we dat dan niet voor blijven gebruiken? Nee, de afspraak in dit project is, die afspraak hebben we ook met de gemeente gemaakt, dat het Trierveld, waar wij onze werkhaven aanleggen, dat die dekgrondberging weer wordt opgevuld en opgeleverd wordt als een landbouwgebied. Mm-hmm. Dus de haven wordt, die we nu aanleggen, met alle infrastructurele werken er rondomheen, praten we over circa een investering van 10 miljoen. Ja, die haven met alle werkwegen, dat wordt straks allemaal weer opgeruimd. Mm-hmm. En het gebied wordt aan de Maaszijde ingericht als natuurgebied, als extensief recreatiegebied, waar je kunt struinen, wandelen, wat beheerd wordt, natuurmonumenten. En het gebied langs het kanaal, een landbouwgebied. Ik hoor toch toeristische mogelijkheden, wethouder. Ja. Dus we kunnen folders drukken, alleen die doen van water, maar over natuurgebieden. Maar doe dat samen met Ex-Zuster, op het smalste stukje van Nederland, zoals u weet. Ja, daar gaat het om met elkaar. Maar extensief betekent wat mij betreft zeg maar, dat er absoluut recreatie mogelijk is, maar niet op een grote commerciële basis, zoals dat direct aan gedacht wordt met campings en dat soort aspecten. Dat zal niet aan de orde zijn. Maar wel de mogelijkheden voor onze inwoners, maar ook voor andere inwoners uiteraard, om daar te recreëren. Ja, het draait uiteindelijk wel allemaal. Daar is ook mee begonnen. Veiligheid, minder overstromingen. Ja. Kunnen we daarmee dan ook een garantie afspreken voor onze inwoners van Sittard-Geleen dat ze veilig zijn? Of is dat toch een garantie die je nooit kunt geven? De opdracht die wij hebben is het gebied veilig te maken. Van een overstromingskans van 1 op 50 jaar. Om die te verkleinen naar 1 keer per 250 jaar. Die is dan uitgelegd op een waterstand. Een afvoer bij Borg Haar vergelijkbaar met 93,95. 3275 kuub. Dus op die garanties, daar kunnen wij ons wel vastpinnen. Mm-hmm. Alleen in de toekomst weten we natuurlijk nooit hoeveel water er nog extra door de Maas zou komen. En dan zijn mogelijk wel aanvullende maatregelen nodig. Maar wij verruimen het rivierbed, zodat het water de ruimte heeft om door het gebied heen te kunnen stromen. We verhogen ook op een aantal gebieden kades. We gaan daar in 2017 mee beginnen. Dus vanaf Nattenhoven tot aan Roosteren zullen wij de kades op hoogte brengen. Samen met het waterschap. Dus er wordt echt gewerkt aan veiligheid. Alleen wel uitgelegd op een waterstand vergelijkbaar met de 93,95. Ja, tot slot, de wethouder. Veiligheid is ook voor u het belangrijkste issue in dit project? Ja, we praten altijd over gemiddeld. Hè, want er is een keer wateroverlast tussen 93 en 95. Mm-hmm. Op basis van de oude afspraken. Dus dat kan altijd zich voorkomen. Maar de klimatologische omstandigheden veranderen ook steeds. Dat betekent ook heel veel consequenties voor de gemeente. Die extra buffers links en rechts moet gaan maken om wateroverlast te voorkomen. Nou, dat hand in hand gaat.
staande met hetgeen wat hier gebeurt, hebben we in elk geval goed vertrouwen erin dat de toekomst van wateroverlast zoveel mogelijk beperkt zal worden. François Verhoeven, hij is projectleider van het Grensmaasproject en wethouder Pieter Meekens. Bedankt voor jullie komst hier naar Schipperskerk. Maar jullie hebben daar ook nog geloof ik een afspraak, want Schipperskerk is voor jullie ook het imperium waar rondleidingen starten en uitleg wordt gegeven. Dat klopt. Wij doen heel veel aan communicatie rond ons project. En een van de dingen die wij heel veel doen, dat is excursies geven, uitleg geven over het werk. Ja, en wij zijn daar door de week vaak druk mee bezig, maar ook in de weekenden. Je voelt je een beetje thuis hier op deze locatie Schipperskerk. Bijna aan Limburg. Dankjewel in ieder geval. Nou, als je maar lang genoeg woont in de gemeente Sittard-Kleen, je wordt bijvoorbeeld 100 jaar, dan heb je natuurlijk een heel mooi feestje, een eeuwfeestje te vieren. En wie dan onder andere ook op bezoek komt, is de burgemeester van de gemeente Sittard-Kleen. Maar waarom komt de goede man nu eigenlijk langs en wat is de betekenis daarvan? We mochten één keer met hem meegaan op bezoek bij een eeuweling. Kom je op de televisie? Kom je op de televisie? Ja. Een goede oude mensen. Een vrouw van 100 jaar. Maar dat is ook heel bijzonder, 100. Nou, mevrouw Wergeleman. 100 jaar. Ja, ja, ik weet het ook niet hoor. En hoe voelt dat om 100 te worden? Ja, ik weet het. Ik heb een gelukkig leven gehad met meneer. Mijn man en ik waren 63 jaar getrouwd. 60 jaar. Toen kwam de burgemeester hier ook. Heb me nog meegemaakt. Maar hij is 3 jaar daarna zijn overleden. Dan heb ik 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Ja, en dan ben ik alleen. Ja, gelukkig red ik mij wel hier in huis. Ik ben altijd hier in huis, zolang ik nog kan. U heeft heel veel levenswijsheid opgebouwd. Kunt u mij eens 1 mooie levensles noemen uit die 100 jaar? Ja, ja. Meneer, wat ik zeg dan, eerlijk zijn en tevreden zijn en lief zijn voor de familie, dat wil ik nog meer zeggen. Dus eigenlijk de levensles is, je hoeft niet veel geld te hebben om 100 jaar te worden? Ja, nee, helemaal niet. En u heeft in 100 jaar, hè, heeft u veel veranderingen meegemaakt, denk ik, hè? Ook maatschappelijk en natuurlijk in huis. Ja. Wat is nou de... Van helemaal niks. Tot televisie, radio. Eerst een telefoon. En dan een televisie. Condooms en voorbehoedsmiddelen. Dat bestond allemaal niet. Maar blijf hier maar zitten hoor, blijf hier maar zitten. Ik kom je feliciteren. Dank u wel. Met die 100 jaar. Ja, dank u wel. Wij moeten als best nog doen om dat te halen. Maar ik hoop jullie nog lang hier in de. Ik hoop dat jullie plezier hebt hier in de woonomgeving. Ja. En dat jullie nog veel plezier ervan kunt hebben. Dank u wel. Oh. Ik heb een mooie bos bloemen meegenomen. Ja. Althans, een bosje bloemen. Oh, bedankt. Even een goede buurt hier zo. Ja, ja, ik krijg een lokaal bloem. Ja, opgeleverd. Dus. Zolang mogelijk blijf ik hier. Ja. Ja, zolang ik nog kan. En hulp krijg, mijn kleinzoon komt. Ja. En toch terug leren. Oh, ook buiten? Ja. Ik ben ook. Ja. Soms ga ik ook naar buiten. En koken doet u nog zelf? Nee. Dat heb u. Ik heb mijn oog geopereerd. Oh ja, ja. Maar daarvoor heb ik wel gekookt. Oh ja, ja. Maar nadat ik geopereerd ben aan de staart. Dat is ongeveer 3 jaar geleden. Ja, ja. Ja, toen mocht ik niet meer voor het verhuis. Volgens mij, ja, dat is gevaarlijk. Hè? Dus, ja, wat moet je dan? Ja, maar u krijgt elke dag nog wel eten. Ja, ja. Ja, het ziet er goed uit, dus zeker, ja. Zeker. Als ik nou. Ach, zo'n blik. Meneer, ik ben een mens. Eten halen, ik kom op. Dat heb ik mijn kleinzoon, Rutje. Ja, Rutje. Ja. Rutje kan ben je hier. Dit is mijn kleinzoon. Ja. Mijn lievelingskleinzoon. Ja, ja, hij ziet er goed uit hoor. Ja, ja, en ik heb altijd op hem gepast. Ja, toen hij nog klein was. Dat was de heer van de oma's. Ja, ja, ja. Ja, de kleinzoon, de kleinkinderen die worden altijd bij mij getrapt. Ja, daar moet ik voor zorgen. Ja, omdat ik nog veel jonger hoor. Dat proberen mijn dochters ook te doen. Maar kan niet meer. Nee. Meneer, wat drinken? Ja, een kop koffie. Vlaar hoeft niet hoor, dat is niet goed. Komt wel. Nee, niks, helemaal niks. Niks, alleen maar zwarte koffie. Nee, ik moet een lijn doen. Ja. Nee, dat is wat. 100 jaar, hoe bijzonder is dat in de gemeente? Ja, heel bijzonder. Elk 100 jaar is bijzonder. Maar we hebben er nog een stuk of, geloof ik, 13 mensen hebben die 100 jaar of ouder zijn in onze gemeente. Hoeveel heeft u er al bezocht in de tijd dat u burgemeester bent?
Ik zou het niet weten. Wij bezoeken er heel veel. Wij proberen 100 jaar sowieso, of de wethouders of ikzelf. Ik probeer het zelf zoveel mogelijk te doen. Maar ik denk dat we elk jaar daar gemiddeld 10 hebben. Waarvan een gedeelte van de mensen op prijs stellen wanneer wij langskomen. Andere mensen ja, die zijn in een gezondheidstoestand dat ze zeggen van nou, we willen het niet. Zou u zelf 100 jaar willen worden? Als ik mevrouw Werleman hier zie, dan op basis van die conditie zou ik er geen enkel probleem mee hebben. Ziet u het verschil tussen de generaties? Deze mensen zijn 100, dus die hebben een andere kijk naar de burgemeester. Merk je daar wat van? Nou, ik kom gelukkig bij over 6-jarige huwelijken, 65-jarige huwelijken. Dat verschil merk je wel, maar gelukkig constateer ik dat ja, als we onszelf uitgenodigd hebben, mensen laten ons toe dat iedereen op dezelfde wijze tegen mij aankijkt. En zo proberen we ook te functioneren. En van een 100-jarige gaan we naar een volgende jarige, want donderdag is ze jarig, maar geen 100 jaar. Nog niet. Nee. Mag ik zeggen 23? Ja, zeker. Lisa Salet, gefeliciteerd alvast. Maak er morgen een knalfeest van, want jij neemt ons altijd mee door de volste agenda. Nou is morgen natuurlijk jouw volste agenda met een verjaardagsfeestje, maar dat zullen we niet noemen voordat er te veel mensen op afkomen. Maar waar kunnen we wel naartoe? Aanstaande zaterdag 19 november, dan is het grote Sinterklaasfeest in Geleen. Kan iedereen Sinterklaas gaan welkom heten. Hij komt eerder komt hij al aan in Nederland, maar dan houdt hij echt zijn grote feest voor iedereen. In de wereldstad. Hoe laat begint hij? Dat begint om 1:00 PM. 1:00 PM. En dan is de winkelcentrum weer vol, neem ik aan, hè? Ja, mogen we hopen. Ja, dat zou wel gezellig gebeuren, ja. Ja, en dan die vrijdag daarna, dan is voor de muziekliefhebber Ballads and Blues voor ronde 2. Dat is een singer-songwriter contest. Mm-hmm. En daar is de tweede voorronde van in het Pitbull Theater in Sittard. Mm-hmm. En dan kunnen we 10 december naar de finale gaan kijken. En waar wordt die plaats of moet dat nog bepaald ook worden? Ook in het Pitbull Theater, als het goed is, ja. 10 december. En dan hebben we dus de beste blues uit de regio? Is dat ja, de beste singer-songwriter een beetje in het Ballads and Blues. In dat genre eigenlijk, ja. Oké, goed. Wat voor meer activiteiten hebben we in het kader van de volste agenda? Dan gaan we voor de sportliefhebber de zondag daarna, de 27e, naar het Impact MMA en Kickbox Gala. Wat? Het MAA? MMA. Mixed Martial Arts. Oké, dat wordt een beetje gevaarlijk? Gaat er zwaar op? Het valt wat negatiever in beeld dan dat het eigenlijk is. Ja. Nee, dat is wel een heel evenement in het Hanenhof in Geleen. Mm-hmm. En tevens is die dag ook koopzondag in Sittard, dus je kan ook nog lekker gaan winkelen. Het is en natuurlijk. Hè. Ja. Maar toch, er wordt dus flink geknokt in de Hanenhof, moet ik dat... Ja, inderdaad. Dat is een flinke wedstrijd die daar gaat plaatsvinden. Ja. Mixed martial arts, ja, sorry dat ik het je... Het is niet helemaal boksen volgens mij, hè? Het is eigenlijk een combinatie van Braziliaanse jiu-jitsu. Dus echt het grondworstelen en daarbij ook kickboksen is toegestaan. En eigenlijk een mix van alles. Is ontstaan door alle vechtsporten bij elkaar te gooien eigenlijk en te kijken wie er het beste uitkwam. En dat gaat plaatsvinden in de Hanenhof. Er vinden dus echt ook wedstrijden plaats en demonstraties neem ik aan. Ja, een hele hoop wedstrijden die daarvoor plaatsvinden, ja. En de kaartjes die zijn nu beschikbaar. Oké, goed. Nou, een gevaarlijke route in de Hanenhof om het zo maar voor de liefhebber natuurlijk. Hè? Ja, precies. Ja. Daarnaast was koopzondag nog in Sittard. Oké, en wat het weekend daarna? Het weekend daarna beginnen we eigenlijk de donderdag al. Dan staat Jandino Aspiraat, die staat in Schouwburg de Domeinen in Sittard. Donderdag hebben we het over inmiddels. Donderdag 1 december. Ja. En die staat dan in de Schouwburg, dus dan kan je lekker gaan lachen. Ja, en wie is dat eigenlijk, deze goede meneer? Kunnen we erover vertellen? Jandino, hij is bekend vooral van tv. Hij heeft zijn eigen tv-programma's ook. Zelf ben ik verder niet heel bekend met hem, moet ik heel eerlijk zeggen. Je moet zelf ook nog gaan kijken, net als ik. Je moet zelf ook nog gaan kijken, ja. Maar ik heb genoeg mensen al te horen gekregen dat hij echt enorm grappig is. Mm-hmm. Ja, dus, we gaan het meemaken. Ja, inderdaad. Ja. En dan hebben we, moet ik heel even spieken? Het blaadje moet gewoon omgedraaid worden. Ja. Dat hebben we allemaal wel eens, Lisa, hoor. Vrijdag 9 december. Ja. Dat gaat ook heel spannend worden, want dan is er een moorddiner in Kastelen Limbrecht. Een moorddiner. Ja. Is het zo in, hoe heet het spel ook alweer, Cluedo? Het was de butler met de kandelaar. Ja, zoiets kan ik me er wel bij voorstellen. Ja, ik weet dat er een 3-gangen menu plaatsvindt. Je kan daar ook alvast voor reserveren. En dan zal er een moord plaatsvinden en de gasten moeten erachter komen wie het gedaan heeft, inderdaad. Oké. Weet je wel wie de moord gaat, wie het slachtoffer wordt? Nee, ik denk dat allemaal nog een verrassing is. Ja, moet je aanmelden voor het moordenaar? Het is wel gewenst om van tevoren te reserveren, inderdaad. En waar moeten we dat doen? Bij welke locatie?
Op Kasteel Lembrecht vindt het plaats, dus ik neem aan dat je op de website van Kasteel Lembrecht ook alle informatie kan terugvinden. Oké, dus binnenkort ook via Streekomroep Start in het nieuws te zien. Zal een moord plaatsvinden op... Op 9 december, vrijdagavond in Kasteel Lembrecht. Oké, goed. Iedereen kan alvast zijn Sherlock Holmes pakje uit gaan halen. Ja, precies. En het leuke ook nog voor de winnaar. Die krijgen een hele gepaste prijs mee naar huis. Het moordwapen. Laat maar op, het moordwapen mogen ze meenemen. Ja. Dat waren jouw activiteiten in de volste agenda van de gemeente Sittard-Geleen. Lisa Salet van Kwant, dankjewel voor je komst en tot de volgende keer weer. Dankjewel. En weer gewoon even op het Limburgs, want dat hoort een klein beetje bij onze volgende gast. De muzikale omlijsting van deze uitzending van Toes in Sittard-Geleen wordt namelijk gegeven door Harry Mures. Hij gaat zingen over... De Schoonste Dag. En Lisa, dat is voor dich natuurlijk morgen, De Schoonste Dag. Van harte gefeliciteerd. Het volgende nummer van Harry is dan ook speciaal voor dich. Dank je. Luisterend naar schone muziek, lezend een groot boek, genieten van de zon op mijn rug. Bedje aan het zwembad, proevend een drank vandaag, de zorgen aan de kant, vandaag geen druk. Tavernen op zijn Grieks, met hoed zich op de zee. Ja, zo'n beeld vergut ze niets naar meer. En na dit in nog een drankje, kiekend naar al het volk, dan lekker wandelen truik, zweven op een wolk. Dal die zorg, vandaag eens aan de kant, heel ik vandaag eens even geen stress. Blij met alles in dat Griekse land. Misschien is dat een voorbeeld voor de rest. Nog even op balkon, schimmering overzee. Nog het lekkers en die rust. En als de nacht en veel en de sloop meldt zich aan. Op ik kump het morgen weer terug. En al die zorg, vandaag eens aan de kant. Heel ik vandaag eens even geen stress. Blij met alles in dat Griekse land. Misschien is dat een voorbeeld voor de rest. Heel ik vandaag eens even geen stress. Blij met alles in dat Griekse land. Misschien is dat een voorbeeld voor de rest. Misschien is dat een voorbeeld voor de rest. Ja, misschien is dat een voorbeeld voor ons allemaal. De muziek in deze uitzending van Toes in Sittard-Geleen komt van Harry Mures. In de Buchten geboren en getogen en in Münster-Geleen woonachtig op dit ogenblik. Dus man van onze gemeente, mag ik wel zeggen. En nu te gast in Schipperskerk. Ja, eerste keer in de kerk gezongen. Eerste keer in de kerk gezongen, ja. Wie bevelen dich? Ja, mooi, mooi. De akoestiek heb ze in ieder geval altijd met. Hoorde ik net het laatste nummer Neil Young een klein beetje? Dat heb ze heel goed gehoord, ja. De laatste nummer wordt een hertaling van een nummer van Neil Young, Toe Fragon. Dat heb ik vertaald naar Limburgs. Ja, ja wat heb zich met Neil Young? Wat heb je met Neil Young? Ik ben een hele grote fan van hem. Ik ben ooit begonnen met de meeste coverspelen van Neil Young, Bob Dylan. En ja,
En nummers wat ik nu zelf maak, er zijn er die zeggen, ja, daar hoort ze toch nog wel de muziek in terug van Neil Young. Dus dat, ik heb hem heel dik live gezien. En, ik heb angst wat ze deed veel solo, maar soms deed ze ook in een project. Een hele bijzondere vorig jaar waren met Rowan Heijzen, geloof ik. Hè? Ja. Ah, de lag er nu nog om, hè? Ja, maar dat wordt natuurlijk ook een hele beleid. Vertel eens. Maar ik heb metgenomen het nummer Gebrouwen in Limburg. Op een gegeven moment kreeg je gans Limburg, wat doe je nu eigenlijk? Van, nou, pak die een stuk van 30 seconden van dat liedje, maak je dat eigen op die manier, maak er een videoclip van en check in. Nou, dat heb ik gedaan. En toen ben ik goed genodigd voor mee te doen aan het nummer Gebrouwen in Limburg. En dan heb ik een stukje solo mogen zingen. Ik heb op de zondag in het zuiden voor live nog met heel veel muzikanten over het gedaan. En heb ik nog L1 heb ik nog geïnterviewd en zo. Voor mij is dat wel het hoogtepunt in mijn muzikale carrière. Ja. Er nog veel hoogtepunten volgen, vooral naar deze uitzending bij Streekomroep Start natuurlijk. Wat zou hun ambitie zijn muzikaal? Ja, nou, ik zou wel eens een keer bij L1 willen spelen, bij de muziekfabriek. Dat zou ik wel eens, als ik daar eens, en wat mijn grote droom is, ooit bij Herberg de Troos, om daar ooit een eigen nummer te mogen doen. Dat is dan ook van een gedeelte van Rowan Heijzen. Om bellen voor in ieder geval. Dich, bedankt voor de komst naar Schipperskerk toe. Toevallig zin in een kopje koffie? Altijd. Toevallig gewoon nog een van de lekkerste in heel Nederland. Zullen we dat even doorgaan? Gaan we dat doen, ja. Okay. Okay. Dankjewel. Jo, merci. Hemelse perfectie uit Sittard, zo kopte het Algemeen Dagblad. We hebben het over de koffietest van het Algemeen Dagblad. En de winnaar was een jong ondernemers-echtpaar uit ons eigen Sittard, Koen en Georgette van Beek. Ja, gefeliciteerd met het behalen van deze prijs. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, we onderzoeken tegenwoordig nonnenvotten, ziekenhuizen, dus nu blijkbaar ook koffie. Is het belangrijk zo'n prijs, zo'n koffietest? Doet het ertoe? Ja, absoluut. Dat zeg je omdat je gewonnen hebt natuurlijk. Nee, niet alleen dat. Het is een fantastische opsteker voor een heel team. Waar je toch met z'n allen hard voor werkt en continu de perfectie van die kop koffie probeert te bereiken. Dus het is absoluut van belang, ja. Staan ook de mensen van Groningen als morgens vroeg om 9 uur in de rij voordat ze bij Koffiemoenen naar binnen mogen? Ja, misschien geloof je me niet, maar je merkt toch dat als je nummer 1 wordt. We zijn 2 jaar geleden nummer 7 geworden, waar we heel blij mee waren. Nummer 1 is toch wel een wereld van verschil. Mensen komen echt uit het hele land om toch die koffie te proeven. Dus zo'n prijs kan een trekpleister worden voor de centrum van Sittard. Want daarna gaan de mensen natuurlijk gewoon het centrum in. Zo werkt het wel? Ja, het is een mooie boost geeft het wel. Het viel ook nog samen met de opening van Oktoberfeest, de bekendmaking die dag. Toen kwamen er sowieso veel mensen die dan toch even dachten van hey, we gaan daar toch even naartoe. En wij vinden het voor onszelf een mooie erkenning. We vinden het daarnaast ook toch, omdat het landelijk is, voor onze stad, onze gemeente, een fantastische erkenning, een stukje positief nieuws. Dus dat stemt ons erg blij en tevreden. Ja. In 2012 zijn jullie begonnen met Koffiemundo, inmiddels al 2 filialen in Sittard. Is dit dan de slagroom op het toetje, of in dit geval de slagroom op jullie koffie? Het is een fantastisch opsteken van een heel team. Dus uiteindelijk, het is wel absoluut een slagboom. Maar ik denk dat als je kijkt naar, we zijn al 4 jaar, toevallig 10 november waren we 4 jaar geleden opengegaan op de markt. En daar komt een tweede filiaal bij. Dan is het te gek natuurlijk als je dit met z'n allen bereikt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we dit iedere dag proberen te bereiken. En dat zo'n test... niet alleen is dat de test het dan, dat het daarbij ophoudt. Absoluut niet. Nou, 4 jaar geleden, terecht zeg je, zijn jullie begonnen, 2012. Hè? Als je de internetsite bekijkt, blijkt die eerste openingsdag met die waterlekkage toch nog eigenlijk wel een belangrijk moment. Daar kom je niet omheen. Maar dat is inmiddels allemaal verdampt, want het is erg succesvol geworden. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Hadden jullie echt het idee dat Sittard nog behoefte had aan zo'n speciaal zaak? Ja, zeker. Ik zit al wat langer in de koffie. Ik was de eerste die inderdaad de baan heeft opgezegd en voor mezelf ben begonnen. Wat deed je hiervoor? Ik heb van alles gedaan. Ondernemer dus? Ik heb bij 2 werkgevers. Ik heb eerst in de persluchtindustrie Zuid-Amerika gewerkt. Zo. Dus dat was ook een link naar die koffie. Daarna ben ik bij een bedrijf gewerkt in de productie van natuurlijke smaakstoffen voor voedingsindustrie. Dus het proeven. Okay. Van wat vindt niet alleen ik lekker, maar andere mensen. En dat is eigenlijk, dat zijn wel de linkjes naar wat we nu aan het doen zijn. Ja. Maar met name doen wat je leuk vindt. Dat was eigenlijk voor ons... doen wat je leuk vindt met koffie? Ja, met een product wat je leuk vindt, met mensen die je leuk vindt. In de regel komen mensen ook bij ons omdat ze het leuk vinden. Niet omdat ze koffie moeten drinken, want dan kunnen ze het thuis ook doen.
Dus ja, we zitten wel in een levendige omgeving. Mm-hmm. Ja, kopje koffie is toch een verbinder. Ja. Ja, is een soort passie voor koffie ontstaan dan? Absoluut. Absoluut. Ik ben natuurlijk nauw betrokken bij de beginfase van Koen en zijn bedrijf. Eigenlijk de grote handel hierachter. Mm-hmm. En toen had ik mijn eigen baan nog. Maar de interesse om het uiteindelijk toch op te gaan zetten, zeg maar je vorige baan, terwijl we toch al twee kindjes hebben, mm-hmm. Ja, die was er absoluut. En wij zagen absoluut kansen in Sittard. Mm-hmm. Dus, dat hebben we ook vaker gezegd hè, tegen elkaar, van, ja. Als we dat zouden gaan doen, want toen zagen we het Singerpandje, mm-hmm. ook een ambachtelijk mm-hmm. pandje, dus dat is ook een mooie link eigenlijk. En toen stond het leeg. Keken we elkaar toch aan van, hey, weet je nog wat we ooit tegen dat elkaar het zeiden? Dat was het signaal op te beginnen? Dat was het moment, ja. Ja, maar waarom dan toch Sittard? Je had ook naar Maastricht, Heerle, Venlo kunnen, kunnen gaan. Absoluut. Nou, wij zagen toch wel heel veel kansen in Sittard juist. Mm-hmm. Omdat Sittard een fantastische stad is met heel veel potentie en ook heel veel jonge ondernemers nou op dit moment, mm-hmm. zeker. Mm-hmm. En daarom juist Sittard. Ja. En daarom ook een tweede filiaal in Sittard. Dan wil je beginnen natuurlijk. Dan word je geconfronteerd met de gemeente Sittard Geleen. Hoe zijn die ervaringen geweest in 2012? Liep dat een beetje? Prima. Heel positief. Mm-hmm. Heel goed, ja. Ja. Je merkt dat de stad, de resultaten beginnen nu zichtbaar te worden. Altijd een beetje, als het niet tastbaar is, is het vaak aan het hangen in de lucht. En innovatie en zo, dat is voor veel mensen is niet erg. Maar een beetje de verf van een bad show. Je ziet dus nu dat toch een aantal resultaten van toch een visie die erachter zit vanuit de gemeente Sittard Geleen vorm krijgen. En ja, goed, wij hebben daar 4 jaar geleden eigenlijk al op aangehaakt. Met name ook naar de nieuwe vestiging. Dus, Ja, laten we even kijken naar die nieuwe vestiging. De linie, hè? Net kerstvers opgeleverd. Je bent als eerste ondernemer daar gaan huisvesten. Ja. Verder staat het nog een beetje leeg om het zomaar te zeggen. Er is nog ruimte genoeg. En toch hebben jullie gezegd, wij durven dit aan. Wij springen weer in het diepe. Voelde dat zo? Nee, het voelde eigenlijk niet zo. Want wij hadden meteen een aansluiting gezocht, ook naar de BIEB en naar de domeinen. Dus we hadden met name zoiets van, er komt een samenwerking. En we zijn dus inderdaad, we hadden wel even aan het smeermiddel met de koffie tussen verschillende partijen. Mm-hmm. Dus het voelde absoluut niet in een diepe springen. Ja, ja, ja. Jij bent net, zijn jullie ook ontvangen met een bakje koffie, een kopje koffie van de streekomroep Start. Waardeoordeel? Oké. Voel hem al. Het was prima, maar... kom de deskundige. De smaaksensatie, hoe smaakte de koffie hier bij de streek? Ja, we hebben slechter gehad. Ja. Nee, het was een prima. Het voelde! Dat zijn van die antwoorden, moet ik voorzichtig zijn. Toch even, als koffie is toch koffie? Ik stel dat natuurlijk aan de verkeerde mensen, dat weet ik wel, maar onze stelling was even, koffie is toch koffie? Nee. Wat maakt dan koffie koffie? Goede kwaliteit, bonen. Daar zit ook een wereld van verschil in. Daarnaast goede apparatuur, goede mensen. Dus eigenlijk heel veel variabelen die je toch echt goed moet controleren. Mm-hmm. Dan haal je gewoon, dat wordt wel eens de God Shot genoemd. We zitten hier in een kerk. Mm-hmm. Ja, dat klopt, maar wat is dan die God Shot? Dat is de perfecte espresso. Mm-hmm. Dus die op de exacte, de juiste extractie heeft, de juiste temperatuur, smaak. Dus in zuur en bitter het balans. En dan heb je... Ja, maar wie bewaakt dan die kwaliteit? Wij. De barista. Mm-hmm. Dus wij als barista, maar ook onze barista's binnen het team, mm-hmm. die bewaken continu de kwaliteit. Dus continu de doorlooptijd, de temperatuur. Eigenlijk alle variabelen, zoals Koen het al zei, moeten iedere keer kloppen. En als ze iedere keer kloppen, dan kun je inderdaad met je melk, ook bewust gekozen die melk, kun je je cappuccino afmaken of je latte macchiato. Ja, twee trotse ondernemers natuurlijk, vooral trots op die eerste prijs bij het Algemeen Dagblad natuurlijk. Maar leg je daarmee niet de lat hoog voor de toekomst? Nee, we hebben vooral, die vraag hebben we al een paar keer gekregen sinds de uitroeping dat we eerste zijn geworden. Maar eigenlijk ieder kopje wat eigenlijk naar een gast van ons gaat, die wordt, de kwaliteit wordt bewaakt. Mm-hmm. Dus of daar nou een testpanel waarvan je niet weet dat het een testpanel is, zit, of dat het je gast is. Mm-hmm. Het waardeoordeel is net zo belangrijk. Dus. Het waardeoordeel blijft hetzelfde. Ja. Goed, koffie smaakt naar meer, maar dit wat jullie doen smaakt ook naar meer. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Blijft het bij 2 filialen? We houden die weg wel open. Wij willen wel groeien. Dus in die zin misschien een keer een stapje, we zeggen altijd een stapje naar rechts als je op de kaart staat naar Duitsland of richting Roermond of Maastricht. We zullen zien. We vinden het wel belangrijk dat ook waarom we dit zijn gaan doen. Dat is de kwaliteit van ons leven.
doen wat we leuk vinden. Ja. Dus dat blijft wel een heel belangrijk onderwerp wat we echt voorop willen. Ja, ja, die twee van ons zitten hierachter. Ja. Daar ook tijd voor houden. En ik denk dat je dan ook goed kan doen wat wij doen. Ja. Ja. Jullie zijn zelf jonge ondernemers. Nog tips voor nieuwe ondernemers die willen beginnen ergens met iets te gaan doen in Sittard Geleen? Wat zijn de valkuiltjes? Wat denk je van, denk daar aan, hou daar ook rekening mee? Nou, romantiseer een verhaal niet. Je hebt de koffie een beetje geromantiseerd misschien in het begin, het baristo-leven? Nee, helemaal niet. We hebben het heel bewust bekeken, mm-hmm. wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. En ik denk dat je daar ook continu heel kritisch naar moet blijven kijken. Mm-hmm. Als je dat doet, dan maak je een goed plan. Mm-hmm. En dan kun je bewust voor je doel gaan. Mm-hmm. Goede partners erbij zoeken. Goede partners erbij zoeken. Ik zeg altijd, vergelijk dat met een sport. Je moet een goed team hebben. Dus niet alleen een goede trainer, maar op iedere positie moet je gewoon zorgen dat je de juiste mensen hebt. Mm-hmm. En dan inderdaad niet romantiseren. Je mm-hmm. moet het wel ook zakelijk bekijken. Maar met name die passie moet er wel zijn. Als de passie er niet is, ja, begin niet. Er liggen nog voldoende kansen in Sittard Geleen? Ja, veel. Oké, dankjewel Koen en Josette van Beek. En geniet van jullie eerste prijs in de koffietest. In elke uitzending van Toes in Sittard Geleen geven we een vereniging of een stichting hoe deze prachtige gemeente heeft de gelegenheid om zich te presenteren. Dit keer geeft die eer de beurt aan de stichting MEG. Wiel Gielkens, hij is voorzitter en Marije Heiligers is secretaris van de stichting. Ja. Laten we meteen even beginnen. Dit is een soort thuiswedstrijd voor jullie, want volgens mij vergaderen jullie ook hier in Schipperskerk. Hè? Is dat een bijzondere binding om als cultuurorganisatie ook in zo'n mooi prachtig pand te mogen vergaderen, Wiel? Nou, Marieke Russel, de eigenares van deze galerie, is bestuurslid. Mm-hmm. En we hebben dus de verbinding aangegaan dat wij een deel van onze activiteiten hier zich laten afspelen. En zij is daar dankbaar voor als bestuurder. Dus een win-win situatie. Ja, een regionale functie voor Schipperskerk, zullen we maar zeggen. Want en omgeving. Ja, ja, en omgeving. Stichting MEG, wat staat er eigenlijk voor? Stichting MEG betekent eigenlijk de letterlijke betekenis is Museum en Expositie Geleen. Maar dan moet ik mijn voorzitter aankijken. De stichting bestaat ruim 20 jaar en is oorspronkelijk ook in Geleen eigenlijk gevestigd. Mm-hmm. Ik heb even op jullie site gekeken. De stichting MEG stelt zich tot doel een positieve bijdrage te leveren aan de kunst- en cultuurbeleving in de Sittard Geleen en de regio. Mooie woorden, maar dan blijf ik toch een beetje zitten. Hoe doe je dat? Ja. Culturele leven is natuurlijk heel breed. Wij vullen dat in, onder meer door het geven van exposities, organiseren van exposities. Ik denk eraan, we zijn begonnen in gelenen leegstaande panden. Fantastische affiches heb ik bij me, maar ja, die kan ik hier niet laten zien. Misschien herinneren jullie ze nog, gelenen in beeld. Waar onder andere deze Marieke Russel en haar vader exposeerden. En dat gaat zomaar door, al die exposities gaat zomaar door. Tot de laatste die we hier hebben gehad, en dat was uit de klei getrokken. Dat is met de kunstfietsdagen is dat hier geweest. En ertussenin hebben wij, ik denk een dertigtal exposities georganiseerd. Dat is één. Het tweede... Waar we goed aan werken is, we geven kunstboeken uit. Mm-hmm. En ook daar heb ik een stel van bij me. We hebben ruim 30 kunstboeken uitgegeven, schrik niet. Mm-hmm. Over kunstenaars, over andere zaken die kunst betreffen. Verder hebben we ad hoc activiteiten. Mm-hmm. We hebben aanmoedigingsprijzen uitgereikt. We hebben een prijs uitgereikt voor de verhalenbundel in de Kinderboekenweek. Mm-hmm. Zaken die dus op ons afkomen mm-hmm. en die wij daaronder laten vallen om onze doelstelling, die voeren we dan uit. Ja. We geven tweejaarlijks, en dat zijn dan de oneven jaren, geven we een MEG-prijs uit voor amateurkunstenaars. En last but not least. Geven we om de twee jaar ook samen met de gemeente de Fritschi Stadscultuurprijs uit. Ja, maar wat is die Fritschi Stadscultuurprijs? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er wordt ieder twee jaar wordt er gekeken welke discipline aan de orde komt. Mm-hmm. Maakt het bestuur van de Fritschi-prijs maakt dat bekend. Dit jaar waren het de cartoonisten, dus landelijk worden cartoonisten opgeroepen om deel te nemen, of in ieder geval zich in te schrijven voor die prijs. En we hadden dit jaar, maar dan moet ik mijn voorzitter aankijken, een stuk of 15 cartoonisten die meedingen of mm-hmm. meegedongen hebben naar de prijs. Ja. Ja. Nou, en ik moet zeggen, het was een goed bezochte en ook ja, het aantal deelnemers. Dat hoort natuurlijk ook zo als je het hebt over de Stadscultuurprijs. Nou, is het belangrijk om prijzen te onderkennen? We hebben het eerder in deze uitzending gehad over de eerste prijs voor de koffie die toevallig in Sittard is gevallen. Ah, ja. Is het van belang dat we prijzen uitreiken om zo kunst en cultuur te stimuleren?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat dat toch wel een trigger is. Zeker in de kunst is het sowieso heel moeilijk om aan bod te komen. Dus met dit soort organisaties, ik denk dat Limburg daar wel heel trots op kan zijn. De mensen die de prijs krijgen vinden het uitzonderlijk belangrijk. Ja. En ik wil ook wel eens iets organiseren zonder prijs. Ik vraag me af of er nog iemand komt. Ja, nee, dus ik bedoel, het is natuurlijk wel een praktisch gebeuren. En zo natuurlijk vind ik dat ik daar niet eens lang over nadenk. Ja, aan de andere kant, is het nog nodig in Sittard geleden om toch die kunst te blijven promoten? Jullie rol blijft dag in dag uit van belang? Nou ja, zoals, als je een club hebt met een doel, of een stichting met een doelstelling, dan blijft die van belang. Als je de doelstelling niet meer wil onderhouden, moet je of stoppen ermee, een nieuwe club oprichten, of je verlaat de club. Dat lijkt me ook een natuurlijk antwoord toch. Hè? Ja, als je een voetbalclub hebt, dan wil je voetballen. Even de uitgaves die jullie deden, zijn de feestelijke, het boekje rondom de feestelijke en historische mijlpalen die jullie elke keer uitgeven. Is dat ook van belang om voor de historie te behouden, al die feestelingen? Ja. Dat is toch wel zeker. Er zijn toch ieder jaar weer genoeg aanmeldingen van verenigingen en stichtingen die een jubileum te vieren hebben. Daar wordt dan ook bundig verslag gedaan in die boekjes. En ieder jaar zitten er toch zeker 40, 50 giganigden bij. Dus het is toch wel leuk om voor het nageslacht dit te behouden, zeg maar. Ja. Mensen die allemaal werken met passie, hoe groot is de stichting eigenlijk? Wel, 8 bestuursleden. En als erevoorzitter hebben we Pierre Kalmans, helaas nu in het ziekenhuis, is erg ziek. We wensen hem beterschap. En de beschermheer is niemand minder dan burgemeester Cox. Dat is de stichting. En die mensen moeten het doen. Nou, de twee laatste genoemden doen er niet veel aan natuurlijk. Als je eerder lid bent op beschermheer, dan heb je wat anders. Ja, maar jullie trekken er des te harder aan natuurlijk. Ja. Ontzettend hard. Ja, want hoeveel tijd wordt er door de vrijwilligers ingestoken? Want jullie zijn als bestuurder namelijk natuurlijk ook jullie belangrijkste vrijwilligers. Ja, precies. Ja, we vergaderen iedere maand. Ja. We hebben dan ook 1 keer per maand met de dagelijks bestuur een vergadering. Ja, we houden ons toch wel bezig met de kunst en cultuur in deze regio. Als je naar ons programma kijkt, wat we jaarlijks hebben, minstens 1 tentoonstelling, wordt minstens een boek uitgegeven, zijn wat activiteiten. En die moeten we dan met z'n achter, moeten we dat maar behappen. En het antwoord, als iemand komt om bestuurslid te worden, op de vraag van hoeveel tijd kost het, zeg ik, joh, dat kost veel tijd als je er zelf in moet stoppen. Ja. We zijn bijna allemaal gepensioneerd, dus hebben we de tijd aan onszelf. En als je het leuk vindt, en dat vinden we, sterker nog, we zijn gewoon geobsedeerd door die dingen, dan stop je er vaak meer tijd in dan eigenlijk nodig is. En zo hoort het natuurlijk, want dat is een passie. Tot slot een beetje reclame maken voor jullie eigen stichting. Wat zijn de komende activiteiten? Kunnen we er een paar uitlichten? Nou, we beginnen nu 11 december. Ja. Ik zou graag willen gezegd hebben dat we op 9 oktober hebben die Stadscultuurprijs uitgereikt. Ja, maar dat is 2 jaar €15.000 vooruit, dus dat is ook niet niks. Nou. Nu, een week later is de publieksprijs uitgereikt, ook voor die cartoonisten. Nu, 11 december, komt onze 9e Visselingenboek uit. Dat wordt gepresenteerd in de Heremiet. Dan gaan we vervolgens volgend jaar samen met SAS. Ik geloof dat de titel is Twee Zussen Doen, een soort zangspel. Als gevolg op het eerdere zangspel dat we hebben gehad. En dat heette In Naam van de Vader. Dan komt er nog in samenwerking met de duo De Vries, Wiebe De Vries en Meindert Muller, ook een soort zangspel. Waarin ze de vergeten plekjes in Sittard op rijm gaan bespreken, bezingen. We gaan hier een boek uitgeven. Charles Russel staat op de lat. Dat zijn de belangrijkste activiteiten. Op welke site kunnen we het nakijken allemaal? Op Stichting MEG. Via Stichting MEG hebben we ook de link naar Schucht, wat de zusterstichting is die de boeken uitgeeft. En daar is alle informatie op te vinden. Gaan we dat nakijken. Wiel Gielkens en Marij Heiligers van de Stichting MEG. Bedankt voor jullie komst en heel veel succes met jullie passie in de cultuur. En wij gaan hem afronden. Deze uitzending van Thuis in Sittard Geleen. Het was de eerste van 2. Volgende week zijn we namelijk weer bij u terug vanaf deze locatie. We gaan het dan onder andere hebben over een stadswandeling door het centrum van Sittard. Net was haar naam al genoemd, Marieke Russel, de eigenaresse van het Schipperskerk. Je hier in Schipperskerk komt tekst en toelichting geven op dit prachtige pand. En als u wel eens een keer heeft geluisterd naar het programma Nashville en wilt weten wat is nou het gezicht van de presentator, dan moet u vooral de volgende uitzending van Thuis in Sittard Geleen niet missen. We nodigen u graag uit vanaf volgende week woensdag weer te kijken. Graag tot dan.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...